Squartfeed Music Studio. Hey beste YouTube-vrienden, DJ Peter weer terug. We zijn hier weer in de studio, zoals je kunt zien. Maar de studio gaat helemaal veranderen. Akoestisch klinkt dat hier niet. Dat is... Je wordt zot. Alles botst hier tegen elkaar, dat werkt niet. Ik heb in het vorige video, ik heb jullie ook gezien, dat ik akoestische panelen gemaakt heb. Die staan hier ondertussen ook al. Die moeten wel nog opgehangen worden. Maar we gaan onze hele studiotafel hier gaan veranderen. Ik kan zorgen dat er hier opzij... Dit is nu in een L-vorm. Dus hier opzij onder 45 graden een stuk bij komt. Dit wordt dat andere stuk. Zoals jullie laten zien. Dat stuk, dat wordt gehalveerd. We hebben hier ons studio rechtjes. Voor op de bureau. Deze twee. Die worden links en rechts van de tafel gezet. Dus hier komt een stukje zo onder 45 graden aan. Deze is nu 90 graden. Dat wordt ook 45 graden. Met ons natuurlijk onze rek eronder. En aan de weerskanten hetzelfde. Dus dat gaan we sowieso al doen. Tegen deze muur komt foam. In de hoeken komt ook foam. Bass traps en dergelijke. Dat zijn de akoestische panelen die hier staan. Die ik in het vorige filmpje al heb laten zien. Onze hele bureau. Onze hele tafel komt aan deze kant te staan. Omdat dat een schone rechte muur is. De muren, die kant zijn nu lichtgrijs, maar dat wordt donkergrijs. Onze ledverlichting van boven, die blijft. Komen alleen nog in de hoeken, komen alleen nog bass traps te hangen. Foam tegen het plafond, want dat is nu ook niet. Zoals je kunt zien, als een DJ-boot die hier nu staat achter de panelen, je ziet hem misschien niet goed, maar hier staat hem. Die gaan verhuizen naar die kant van de muur. Daar hebben we ook een beetje meer plaats voor de DJ-boot te zetten, waar ik nog DJ-setjes kan draaien. Dus dat is een beetje de bedoeling. Dus, zoals jullie kunnen zien is er nog heel veel werk. En ik ga eraan beginnen. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Tot ziens. Ik ga alles terug loskoppelen. Ik heb overal plekjes voor gemaakt. Dat ik ook weet welk kabeltje van welk scherm hoort. Dat ik dat niet terug allemaal moet liggen zoeken. En dan zelfs terug gewoon insteken. En dan marcheert alles terug. Hè. Dus ik plek op elke kabel, zowel de stroomkabel als de HDMI kabel. Op van welk scherm dat komt. Schermen zijn ook genummerd, dus dat is ook al makkelijk. Deze kant van de muur is zoals klaar, alles staat aangesloten gelijk ik wil, of bijna alles aangesloten. Deze kant moet nog heel veel gebeuren, dus die muren die gaan we opnieuw behangen of schilderen. Dat bijt nog niet helemaal uit, dat zien we nog wel even. Maar zoals je ziet hoeveel rommel dat er nog staat. Dus ik heb nog echt redelijk veel te doen om alles netjes in orde te krijgen. Ik ga je wel een stukje laten zien van hoe de studiotafel nu al is. Maar alles erop en eraan.
Ja, die printer die hoort daar niet in te staan, die komt hier nog in de rek te staan, maar zoals je kunt zien, alles werkt zoals het moet. De panelen hangen mooi. Dus dat is het zo'n beetje. Dus ik heb nog heel veel werk, dus ik ga nog wat verder doen. En ik film iedere keer een stukje. Ik ga niet alles doen, alles filmen wat ik doe, want dat gaat veel te lang duren en ook veel te saai. Ik laat jullie gewoon stukjes zien van hoe ver ik iedere keer ben. Dus hier moet nog van alles gebeuren. Hier komt mijn DJ-boot nog te staan, dus mijn Pioneer set. Dan kunnen we ook wel livestreams gaan doen. Dat is ook een beetje de bedoeling dat ik nog een fatsoenlijke camera of met de GoPro misschien wat livestreams ga doen. Dus komt eraan. Dus blijf kijken en tot ziens. Die wacht er net aan de deur gebeld. Een koerier met een pakje voor mij. Ik ga het even pakken. Een pakje, bijvoorbeeld een meter hoog. Ben je benieuwd wat daarin zit? Hè? Ik weet het al. Weet ik al je het ook? De unboxing, dat doen we straks. Of na het schilderen. Nee, ik kan niet schilderen, ik ga behangen trouwens. Ik heb vandaag een behangpapiertje gevonden, heel mooi. Maar dat zullen we wel zien als het zover is. Dus we gaan al die muren hier behangen, behalve de muur. Achter het studio, het blijft mooi rood. Dat stikt heel schoon af op mijn akoestisch paneel, dus daarom blijft hij ook rood. En de andere muren, dus deze muren allemaal, hier achter mij, die krijgen een ander kleurtje. Maar dat is voor in de loop van een dag misschien nog. Nou, die ledverlichting moet er nog allemaal af. Alle papieren moeten nog af, dus ik denk dat ik nog wel het dagse werk heb. Dus ik ga verder doen. Servus. Ik ben er helemaal klaar mee. Papier is overal, van de muur af. Dus we kunnen gaan beginnen met behangen. Dus ik heb nog wel wat te doen. Maar zoals je kunt zien, de muren hebben hier alle kleuren van de regenboog. Ah, het papiertje. Had ik je ook al laten zien al. Wat er tegenkomt. Dat is dit. Heel donkergrijs. Met zo'n zilveren... Ja, zilveren tinten zou ik maar zeggen. Gaat echt wel heel mooi zijn. Als dan nog eens die moes overal tegen zit, dus gaat echt wel een heel mooi resultaat zijn. Dus ik ga nog wat verder doen. Behangen is niet meer voor vandaag. Dat doen we morgen. Daar heb ik hulp nodig van mijn vrouw. Dus ik hoop dat ze me morgen helpt ermee. En dan zien we wel hoe ver we geraken. Blijven kijken. Tot ziens. We'll be right back.
Zoals je kunt zien zijn alle muren al behangen. Ik ging dus niet alles filmen van de wagen, dat heb ik gezegd. Wat ik nu ga doen, is dat pak open doen. Ik ben dus benieuwd. Ik weet wat erin zit, ik weet dat jullie dat ook al weten. Maar als je het er vast neer zet en je volgt de video's, dan weet je wel wat dat erin zit. Die slagpartij. En dit is de laatste stap eigenlijk dat ik nog nodig heb voor de studio compleet te krijgen. Dat zijn dus al de moesjes, hè? Die tegen het plafond, tegen de muur. Het geluid alleen maar beter en beter te krijgen. Dat is eigenlijk de bedoeling van heel daar gebeuren hier. Maar dan vooral ingepakt. Alles erg veel. Van de D's, zo heb ik er 40. Deze hoeken, zo zijn er 3, 6, ik denk 6 stuks. Dat is een allemaal dezelfde. Ja, ik moet alles nog uitpakken, maar je zal het wel zien als we ze allemaal ophangen. Tot ziens. Hoi iedereen, we zijn klaar met de studio en ik ben er super, super blij mee. Het is echt waar, heel goed verlopen. We hebben opnieuw behangen. We hebben akoestische panelen gemaakt. We hebben de studiotafel helemaal verbouwd. Dat is ook allemaal heel netjes gebeurd. Heel goed gelukt. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga ook even mijn vrouw Esmeralda bedanken voor de steun. Voor de hulp die ik van haar gekregen heb. En dat ze ook mij steunt in mijn hobby. Want dat is ook wel heel belangrijk. Want ik ga daar vrij ver in eigenlijk. Waar heb ik qua uitgegeven, qua prijs, denk ik, akoestische panelen was een kleine 100 euro. Met een bureau heb ik hermaakt met nog een ander bureautje erbij voor een 15 euro. Want ik heb die, waar die rek in zit, alle die reks die ik gemaakt heb, daar had ik andere poten voor nodig. Dus ik had er maar 4 en ik moest er 6 hebben, dus ja, moest ik een bureau gaan zoeken. Dus dat was 15 euro. De akoestische foam, dat was 300 euro. Dat komt trouwens van bigblock.nl. Moet je zeker op gaan kijken als je het nodig hebt van akoestisch foam. Want nergens anders gaat dat goede koper vinden als daar. En dat is echt wel goed. Dat is zo'n beetje denk ik dat we gedaan hebben. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze video. Vonden jullie dat een toffe video? Abonneer hem ook op ons kanaal. Like deze video. Deel dat zoveel als je wilt. Hoe meer hoe liever. Geniet ervan zou ik zeggen. Ik ga nog wat sfeerbeeldjes laten zien. En tot in de volgende video. Dag. Dag. Stop believing you.
save my broken heart from bleeding when I'm with you. 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 Control, I stop believing. You saved my broken heart from bleeding when I.